Het is vandaag Wereld Diabetesdag. Verschillende organisaties en instellingen hebben in het kader hiervan aandacht besteed aan deze chronische ziekte. Lions Club Paramaribo Feliz heeft in het kader van Wereld Diabetesdag vandaag een diabetes medisch pedicuren project georganiseerd. De doelgroep was de senioren van dagopvang en bejaardentehuis Kibrimi. Het doel van dit project was deze doelgroep bewust te maken van het belang van een goede voetverzorging, geeft commissielid Wilma Blijt aan. De bedoeling is dat de senioren, de diabetes senioren, vandaag hun voeten door een medische pedicure wordt behandeld. Want dit in verband met de preventie. Want Alliance International heeft ook de hele maand november als Diabetic Awareness Month verklaard. En de belangrijkheid is om dus de senioren diabetes erop te wijzen dat hun voeten goed verzorgd moeten worden. Zoals u weet vinden er ook amputaties plaats en zo. Maar als ze weten dat ze hun voeten goed moeten verzorgen, onderzoeken, kijken dat alles in orde is, dat is al een stap tot de bewustwording. Dus vandaag is eigenlijk de launch van het project hier bij een Kibrimi. En de bedoeling is om dan 20 diabetes te behandelen. Vandaag 10 en 21 november weer 10. Wilma Blijt, commissielid van het Diabetes Medisch Pedicuren project van de Lions Club Feliz. Spraken haar vandaag tijdens de uitvoering van het project in de dagopvang en bejaardentehuis Kibrimi.